minister zegt. Zijn wij goed voorbereid als Nederland op het wegvallen van deze, naar ik begrijp, 5% van wat wij jaarlijks verbruiken? Nou, dat is de vraag. Dat is wel het beeld wat wordt uitgedragen. De minister zegt het nu ook. In Europa zeggen we het ook steeds. Eigenlijk moet je dit ook Europees bekijken. We zitten met z'n allen in hetzelfde schuitje. We zijn zeer afhankelijk van Rusland. En iedere keer, we hebben Finland gezien, Polen, die dan worden afgesloten. En die zeggen allemaal, nee, maar we zijn voorbereid. We hebben ons erop voorbereid. En dat is geen probleem. En vandaag dus ook, Gasterra. Ja, dat zijn we eigenlijk niet echt. Want we halen uiteindelijk, moet het allemaal ergens anders vandaan halen. Je moet het ergens concurreren op die markt met elkaar. Ja, en het is ook niet de vraag. Want in het NOS-journaal net dat clipje zei dat er helemaal geen gas meer komt. De minister nuanceert dat. Dat klopt. Het is ongeveer 2 miljard kuub. En we importeren zo'n 8 à 10 miljard kuub uit Rusland. Dus het is niet dat er niks meer komt. Ze draaien de kraan een beetje dicht. Een beetje dicht naar Gasterra, dat handelsbedrijf in Nederland, waar ook de Nederlandse staat in zit. Maar wat je ziet hier, het is eigenlijk één zet van Poetin in een veel groter schaakspel, wat eigenlijk nog maar net begonnen is. Beetje hier, beetje daar. Maar uiteindelijk draait hij steeds meer de duimschroeven aan. Want wat is de strategie dan van Poetin? Verdeel en heers. Uiteindelijk. En dat zien we nu al. Toen de oorlog begon, was er een bijna ongekende eensgezindheid in Europa. Dat was een aangename verrassing bijna, want zo verenigd zijn we meestal niet. Maar daar zie je nu al de scheuren in komen. Je ziet dus landen die zeggen, nou, wij blijven wel gas van Rusland afnemen. We zien zelfs vandaag Servië, weliswaar geen EU-land, bijna juichend zegt, nou, we hebben een hele mooie deal kunnen sluiten met de Russen. En het zou zomaar zo kunnen zijn dat Gasterra, die hebben gezegd, nou, we hebben die 2 miljard kuub die we niet meer van de Russen krijgen vanaf morgen ergens anders vandaan. Het zou zomaar kunnen zijn dat dat met een omweg uiteindelijk nog uit Rusland komt.